good, Kelvin. My name is Kelvin. And oh man, it's happening. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin. Kelvin. Ik zeg dat veel te vaak. Jullie weten al lang wat mijn naam is. Maar hey, waarom praten we allemaal zo snel tegenwoordig? Kunnen we niet eens een keer gewoon rustig praten? Welkom. Leuk dat jullie er zijn. Mijn naam is Jart. Wat? Jart? Otje, wat is het? What is going on? Otje, what's up? What's up, dude? Otje, wat is het? Wat is het? Heb je het warm? Is het warm, hè? Of ligt er hier iets? Wat is het nou? Waarom heb je het zo warm? Het is er allemaal. Wil je even naar buiten? Oké, we gaan even naar buiten. Otje? Otje, we gaan even naar buiten. Nee? Oké, dan niet. Wat wil je in het leven? Oké, we gaan even naar buiten. Otje, kom. Kom, we gaan even naar buiten. Jij wil altijd zo graag naar buiten. Kom maar. Zo, even blijven zitten. Kom. Ja, hè? Dat is mooi. Kijk. Kijk, de wonderenwereld van de mens. Dit zijn nou de mensen. Wat vind je daarvan? Vind je dat interessant? Ja, mooi is het, hè, hier. Dat is dus het ding, hè. Deze kat, die valt soms in één keer van de bank af, van een tafel af of zo. En dan denk ik, what up? Gaat half dood. Nou, stel je voor dat ze hier zo vanaf zou vallen, hè. Dan ben je gewoon hartstikke dood. Kom, we gaan naar binnen. Zeg maar, doe je tegen buiten. Nou, was dat even leuk? Was dat even leuk? Wat doe jij, man? Wat is er aan de hand? Er is, oh. Hey. Laat eens. Ja, ga maar in de sjaal zitten. Ga maar lekker in de sjaal zitten, hoor, maf Kees. What are you doing? You going to the booze? Grijp je weer naar de fles? Je bent een vieze alcoholist. Jij grijpt altijd naar de fles. We zeggen altijd, blijf er nou eens een keer van af, man. Zo. Mensen, vandaag is de 20 december, wat betekent dat we officieel 2/3 van Kelsemmer zijn. Oei, yo, man. Hé, hey, maar broer, besef jij waar wij zijn met Kelsemmer? Wij zijn op 2/3, man, Mattie. We zijn op 2/3, wat betekent nog maar, zeg maar, 10, 11 dagen dood hoef te gaan. En dan daarna heb ik weer een leven. Yeah, dude. Sorry. Ik draag geen rolie, wel die cards, watch. Ik ben nu al miljonair. Ja, dat is ook nog populair. 3 of 4 of 5 creditcards. Draag en rollie, wel die cards, watch. Nice, man. Mocht je nu al miljonair niet gecheckt hebben, check hem sowieso. Spotify, YouTube, everything, man, it's good. Dat betekent dat we vandaag 10.000 likes binnen 24 uur moeten halen. Anders komt er morgen een nieuwe video. En dat zou toch zeer zonde zijn. Ademen is zo fucking moeilijk soms. Hè. Als je niet ademt, leer je pas waarderen hoe het is om te ademen. Wat? In deze hele maand heb ik allerlei verschillende soort video's. Aan de ene kant heb ik soms muziek. Kleine jongen van het platteland. Andere video's zijn dat ik bij jullie langs ga om jullie te bezoeken. Because I love you, Kelvin forever. Hey. Yo, 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 yo. Let's go. Let's go. Otje, wat loop je nou te janken? Ik heb heel veel collabs met andere leuke mensen. Want ik ben met Joy. Ik ben niet samen met Dionne, hey. Soms zit ik gewoon hier in mijn eentje en dan ben ik een mogol. Maar dat is eigenlijk altijd zo. Er is niks nieuws eigenlijk vandaag, sorry. Maar een bepaalde soort van ding wat ik soms heb en waarin jullie misschien vinden dat het leuk is of niet. Dat ik bepaalde dingen ga raden van YouTubers of van... je ziet een bil van een YouTuber. Oh, bij wie zou die bil horen? Nou, dat heb ik al met heel veel dingen gedaan. En voor mij is het altijd nog wel even de vraag, oké, wat kan ik dan weer bedenken wat dan nieuw is? Ik ga vandaag schouders van YouTubers raden. Oké, je ziet een foto van een schouder en dan ga je... Nee, schat. Dat zou weer de lameste shit ever zijn. Ellebogen van YouTubers raden. Kleine tenen van YouTubers raden. Nee, vandaag ga ik views van YouTubers raden. Hey, hoezo kan ik views van YouTubers raden? Want YouTubers hebben... YouTubers hebben een bepaald aantal views. Snap je? Wat? YouTubers hebben gewoon video's en dan soms zijn er een aantal views bij waarbij je denkt... Oi, yo man! Oh. Hoe lukt het jou om zoveel views te halen in een YouTuber met 11.000 abonnees en dan kijk je en dan is de video in één keer 8 miljoen keer bekeken en dan denk je... How is this even possible, dude? Ik zie een video van een YouTuber. Ik ga de video niet kijken, maar alleen een stil daarvan. En dan zie ik de titel en dan moet ik raden hoeveel views erbij horen. Wij gaan uit elkaar. De break-up video van Enzo... En day. Even nadenken. 80 miljard views misschien. Hey, nice, lekker. Voordat ik dat ga doen, ga ik jullie vragen om mij te volgen op Instagram en te abonneren op Kelvin. Join the Kelvin, man. Let's do it. En like de video met 10.000 abonnees. 10.000 abonnees. Wat? 10.000 views. Nee, kut. 10.000 likes. Komt er morgen weer een nieuwe video. Hey, ask it, man. Ask it. Oké, we gaan beginnen. Views raden van YouTubers. Let's go, man. Oh, mocht je trouwens afvragen waarom ik zo kut uitzie? Nou, dat is altijd zo. Oké, dat je het even weet. Dat ik het even weet. 8-jarige speelt Minecraft. Van Ties. En Tuur. Ties aan Tuur. Ik maak ze niet belachelijk, hè, maar probeer ze gewoon na te doen. Nice, man. Hey, love you, man. Ties is tegenwoordig fucking 18 of zo. Hij is gewoon in één keer een man. Ik denk, wait, yo, hoe snel kan iemand opgroeien, man? Trouwens, ik vind dat ik er 10.000 views naast mag zitten, oké? Dus als ik bijvoorbeeld zeg, ik denk 200.000 views en het is 190.000, ja, dan heb ik dat. Dit is onmogelijk, besef ik me nu. Ik kan nooit dit goed raden. Waarom heb ik dit bedacht? Oké, ik denk dat hier 175.000 views op zit. 175.000. Ik weet niet waarom, maar Ties is wel die guy die altijd gewoon ineens fucking dikke views haalt. Hij uploadt zeg maar één keer per jaar en dan heeft hij zieke views en dan denk ik, waarom doe ik dan elke dag? En hij... 175.000, let's go. Wow!
Wee, yo, man! Ik dacht de eerste even dat ik het goed had, hè. Ik dacht 172.000, maar nee, het was 1,7 miljoen. 1,7 miljoen views, mensen. How is this? Oké, I'm done. Ik ben officieel klaar met dit. What the fuck, man? Ik ga ook gewoon Minecraft-video's maken. Zeg je eerlijk, hè. Ik maak gewoon een broertje. Ik maak gewoon Minecraft-video's. I'm done, man. Je kan dan. Snap hier niks van, hè. 1,7 miljoen! What up? What the fuck? Ik mag er 100.000 naast zitten. Dat heb ik nu net bedacht. 10.000 is al heel moeilijk. 100.000 mag ik ernaast zitten. Hoe was het om eindbaas te zijn? Baas zijn met Calvin. Ik weet dat deze video niet heel vaak is bekeken. Hij is volgens mij iets van 60.000 keer bekeken. En dat komt. Ja, ik weet niet. Waarom moet ik me überhaupt verantwoorden? Ja, dat ga ik ook gewoon doen. Kijk, ik had dus die hele serie aan het einde zo van: hoe was het? De terugblikvideo. En mensen weten dat terugblikvideo's altijd kut worden bekeken. Behalve achter de punchline van supergaande. Dit is ongeveer 60.000 views. Het was gewoon wel een geinig video, maar niet heel wij. Waarom heb ik het gevoel alsof ik me moet verantwoorden tegenover jullie waarom een video niet extreem vaak is bekeken? Tegenwoordig toppen we altijd die 100k, man. Sowieso minimaal 100k. Tak, 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 tak. Hey, 60.000. 60.000, 62. Hey, 62.000, 197. Nog meer zelfs. Eske dit, man. Low way. Ochtend slash avondroutine. Senna Bello. Hey, Senna. Nice. Hey, you're doing good. Ik ben trots op Senna. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op Senna. Dat is mijn zusje. Oké, dat is niet helemaal waar. Maar wel een soort van. Zij heeft een YouTube kanaal. En ja. That's it. Zij heeft een YouTube kanaal, dus abonneer daar sowieso op. Senna Bellot. Ey, nice. Ey. Ah, ochtend slash avondroutine. Deze is vaak bekeken, man. 200.000. Ik denk dat 200.000 keer bekeken is. 174. I got this, man. Ik zat er 25.000 naast, maar alsnog wel goed. Ik reken hem goed, oké? Okay? Don't judge me, man. Ik ben mijn eigen scheidsrechter, grap. Ik kan gewoon zelf bepalen wat wel goed is en wat... Senna heeft gewoon 200k op een video over ochtend- en avondroutines. I'm so proud, man. Bizar, park overlopen door Pokémon Go Safari gekte 5000 man. What? Wat een titel. Dit is een video van Bardo. Hey Bardo, shout out naar jou, man. Love since day one, man. Gay. I love you. Deze titel is zo mooi opgebouwd. Bizar, uitroepteken. Park overlopen door, en dat in hoofdletters en dan normale letters, Pokémon Go Safari gekte. De zaak is 5000 man. Ik snap hem niet, hoor. Kijk, we zijn ons natuurlijk allemaal bewust van het feit dat Bardo 5 jaar geleden de YouTuber was qua aantallen views en zo, waarvan iedereen zei, dat is niet normaal. Holy shit. Ik wil dat ook in mijn leven. En tegenwoordig is dat niet meer zo. En dat is niet erg, maar dat is gewoon een feit. Toch? Ik kunnen wel allemaal schijnheilig gaan doen, maar de waarheid is dat dat zo is. Kijk, ik zeg dit niet omdat ik denk dat dat grappig of leuk is of stom of wat dan. De challenge van vandaag is dat ik moet raden hoeveel views iemand heeft. En dit is mijn gedachteproces op het moment dat ik dat moet raden. En ik raad dat deze video niet extreem veel views heeft. Ik denk ongeveer 32.000. Dat denk ik. 19.000. 19.966. Ik heb het goed. Ik zat er alsnog wel flink naast. Ook, nieuwe regel. Ik mag er 10% naast zitten. Oké? Okay? Voor de mensen die nog nooit naar school zijn geweest en die niet weten hoe wiskunde werkt. Dan zit zeg maar 1/10 van iets en dan mag het erboven of eronder. Ook okay, we all know this, man. Hoeveel geld heb jij op je rekening? Tussen haakjes rappers. Supergaande interview. Hey, Nesim QC. What's good, man? We got each other. Waarom zeg ik dat Engelse gezeik? Gewoon de hele tijd. Oké, hoeveel geld heb jij op je rekening, rappers? Ja, ik weet, dit waren video's die gewoon hard gingen. Ze hebben ook allemaal verschillende delen ervan gemaakt. Ik denk dat deze video 1,2 miljoen keer is bekeken. 1,2 miljoen. 2,4, man! Man, goddamn! Pull up game stomp! 2,4 miljoen. Super gaande, jongen. Je weet toch. Een jaar geleden waren die gasten nog minder gaande. En nu zijn ze extreem gaande. Hey, yo. Kijk, eigenlijk is dit gewoon een soort van recap. 2017. Van wie hebben het goed gedaan en wie niet. En klaarblijkelijk alleen Senna en super gaande. Kwebbelkop. Slapping my face for 24 hours in one video. What the fuck, dude. What's up, dude? Ik wist niet eens dat deze video bestond, hè. En ik dacht, dit is een joke, totdat ik deze counter zag. Ik zag 23... Hé, maar hij is niet... Jordi, als je kijkt, hij is niet 24 uur. Hij is 23 uur, 59, 59, 59, 59. Ja, slapping my face for 24 hours. Kwebbelkop kennende en zijn portemonnee kennende. Heeft hij koude veel views waarschijnlijk op deze video. Ik denk ongeveer lichtelijk 8 miljoen. Nee, ik denk 1,6 miljoen, denk ik. 10, wow, nee! Dit is niet te doen, jongen. 10 miljoen? 10 miljoen views! Hoezo 10 miljoen views op een video? Ik kan maar alleen diepe buiging doen voor Kwebbelkop. Ja, ik kan alleen maar diep buigen voor deze man. Echt waar. 10,579388 miljoen weergave. Dude. Het onverwachte gebeurt. Thies versus Gio. Kijk die hoofdjes van die boys dan. Wat een kleine rattenkoppies. Godverdomme. Dit is Minecraft, Thies versus Gio. Nou ja, Thies kennen heeft die koude veel views. Maar deze is wel van lang geleden. Dus ik denk 60.000 views heeft.
9235, jongens. Is deze video opgenomen in 2003 of zo? Want, nee, dit was waarschijnlijk gewoon een hele oude video die toen nog niet zo vaak werd bekeken. Oké, we zijn er. We zijn officieel aangekomen. Het is voorbij. Enzo en D, de topvideo van 2017. Dit is een video die heeft heel veel mensen in hun hartje geraakt. Het was een pijnlijke video. Heel veel mensen hebben er nachten wakker van gelegen. Maar gelukkig zijn ze weer bij elkaar. Dus eind goed al goed. Mensen, stop even de jokes. Stop even het sarcastische Kelvin even eruit zo. Hey, jongens. Hi. Mijn naam is Kelvin. Ik had even een vraag. Eigenlijk niet een vraag, maar een opmerking. Eigenlijk een wens aan je. Nee, iets. Ik weet het niet eens meer. Ik wens Enzo en D hartstikke veel geluk in de liefde. Dat is echt waar. Dit zeg ik niet op sarcastische manier. Terwijl jullie waarschijnlijk wel allemaal denken dat ik het sarcastisch bedoel. Maar ik bedoel het serieus, weet je? Break-up. En dan weer bij elkaar komen. En iedereen denkt dat ze het voor de views hebben gedaan. Maar eigenlijk is het gewoon love, man. Yo, je kan niet haten op liefde. Ik wens gewoon hun, ongeacht wat er dan ook is, wat er dan ook gebeurd is. Ik wens Enzo en D fucking veel geluk met elkaar. Weet je, knuffel elkaar. Blijf elkaar gewoon betasten en zo. Oké, we gaan weer door. Het is voorbij. Volgens mij 4 miljoen keer bekeken. Ja, 4 miljoen. Wow, yo, ja, ik mocht al 10% naast zitten. Dus 400.000. Dus 4 miljoen min 400.000 is 36 miljoen. Dus hey. Oké, de finale is als volgt. Mijn allereerste video op Calvin. Dat heette toen nog de Kelvlog. Een van de meest beschamende video's ever. Maar ja, hey. Own that shit. Die eerste video heet eerste video van de Kelvlog. En dat was niet omdat ik dat toen had gezegd. Maar zo heb ik hem achteraf genoemd. Ik ga even raden hoeveel views hij heeft. Ik denk niet dat hij heel veel views heeft. Ik denk dat hij 120.000 keer is bekeken. Als ik deze goed heb, dan heb ik gewonnen. Deze is de 100 punten waard. Ja, zeker. Voordat we de uitslag bekendmaken, ga ik jullie nog twee dingen vragen. Namelijk, ben je nog geen lid Kelvin? Doe dat dan sowieso. Abonneer op mijn kanaal. En like de video. Want bij 10.000 abonnees. Ach, zeg ik het weer verkeerd? Bij 10.000 likes binnen 24 uur komt er morgen weer een vettere nieuw filmpje, zeg. Nou, dat is het moment nu daar. Ik zag 120.000 views. Mijn allereerste video heeft 144.000 views. Dat betekent 10% van 120 is 12.000. Ik kan er niet eens raden hoeveel views mijn eigen video's hebben. I'm done. Ah.